Afgelopen weekend heeft er een poging tot inbraak plaatsgevonden op het hoofdbureau van het Korps Politie Suriname aan de Duisburglaan. De inbraak was gericht op twee afdelingen, namelijk het Centrale Inspectieorgaan, afgekort CIO, en Bedrijfsvoering. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de inbrekers precies hebben meegenomen. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek, maar tot nu toe zijn er nog geen verdachten aangehouden in verband met deze inbraakpoging. Het Korps Politie Suriname heeft bekendgemaakt dat uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat de daders toegang hebben verkregen tot het terrein via de achterzijde van het gebouw dat grenst aan het Saramaka-kanaal. Vervolgens hebben ze geprobeerd de achterdeur van twee afdelingen te forceren, maar zijn er niet in geslaagd verder binnen te dringen. De daders zijn daarna teruggelopen naar de schutting waar ze een ton en een stoel plaatsten om erop te klimmen en zo hun vluchtweg over de schutting voort te zetten. De afdeling Forensische Opsporing is ook betrokken bij het technisch aspect van het onderzoek. De politie van Flora zet het onderzoek naar deze zaak voort.